Je moet er maar zin in hebben, midden in de nacht met de nodige wind hardlopen over de Oosterscheldekering. In de nacht van zaterdag op zondag verschenen zo'n 300 mensen aan de start van de Weerstandsloop 2007. In het laatste uur van de zomertijd sliepen ze via Neeltje Jans een rond parcours met de bedoeling in dat uur zoveel mogelijk kilometers te maken. Als het goed is heeft iedereen een lijst gekregen van wat hij moet gaan doen vandaag. Ja? Ja. Daarop staat een nummer en op de laatste pagina staat dus wat jouw taken zijn. Ik wil zo even de taken gaan doornemen van wie wat gaat doen. Eerst even wat over deze loop zelf. Vanavond komen er 300 lopers en die gaan binnen een uur zoveel als ik kan rennen, dus zoveel als ik kan meters maken. Dat wordt hartstikke leuk, want de goede lopers zullen misschien wel 20 kilometer of een beetje wat en de slechte lopers misschien maar 6 of 7. Dat wordt dus een splitsing. Buiten zullen ongeveer 40 man staan om de 300 meter. Dat is voor de briefing van binnen heeft het eigenlijk weinig nut. De mensen van binnen zijn mensen voor de kassa's, mensen voor de infobalie, mensen die met de bussen straks weer meerijden. De mensen van de kassa die staan ook binnen, want buiten de kassa is het een beetje koud. Per kassa staan er dus 2 mensen. De ene neemt de naam aan en de andere geeft de brief uit. Als ik het goed zeg. Ja? Ja? Oké. Okay. Dat is Jos, is er altijd, dus als er wat is bij de kassa's, ga naar Jos, Jos weet raad. Of niet? Om 00:30 uur sluiten kassa's 1 tot met 3. En die mensen krijgen weer andere taken en dat staat ook weer in je schemaatje. Kassa 4 sluit pas later, want kassa 4 is de kassa voor de Rode Kruismensen en de pers. De deelnemers verzamelen in het gebouw van Deltapark Neeltje Jans. Uit alle windstreken zijn ze gekomen. Groningen, Friesland, Terschelling, Noord-Brabant, België. De vraag is alleen, wat bezielt die mensen om midden in de nacht over de kering te gaan lopen? Die vraag had ik ook aan u kunnen stellen. Wat bezielt u om hier te staan midden in de nacht? Ja, ik ben aan het werken. Ja, nou ik eigenlijk ook een beetje. Ik vind het een uitdaging, ik vind het iets leuks, heel iets anders. Ik dacht dat het leuk was. Ja. U dacht het? Ja, om 10 uur op de bank dacht ik even anders. Ik denk van waarom ging ik dat doen? Ja, dat heb je al afgesproken. Meneer, u heeft 2 verschillende schoenen aan. Hoe komt dat? Ja, ik heb spontaan mijn schoenen gepakt thuis. Niet te realiseren dat ik 2 dezelfde schoenen qua vorm bij je genomen heb. Ik heb 2 rechte schoenen bij me, pas van de linker en de rechter. Tegen 2:30 brengt een aantal bussen de deelnemers naar het vertrekpunt aan de Schouwse kant van de kering. En daar is het wachten op het startschot. Het parcours is ongeveer 15 kilometer lang en loopt via de Oosterscheldekering terug naar Neeltje Jans. En daar aangekomen kunnen de deelnemers rondjes blijven lopen. Uitgerust met een elektronische teller die minutieus bijhoudt hoeveel kilometer de loper heeft afgelegd. Tot de tijd dat de klok een uur teruggaat om 3:00 s'nachts. Hoe is het gegaan? Nou, wind tegen viel eigenlijk wel tegen. En het laatste stuk, ja, iets te hard gelopen wind tegen, dus moest ik even afhaken. Dus ik heb net niet gehaald. De laatste 5 kilometer ging prima. Het leek alsof ik steeds harder kon. Viel niet tegen zo midden in de nacht nee, met de kou? Nee, daar geeft niks. Daar heb ik geen last van. Nee hoor. Het was een proef, het was het proberen. Vonden mensen het leuk? Vinden mensen het leuk om midden in de nacht zo'n uitdaging aan te gaan? Je weerstand uit te dagen om 2:00 s'nachts? Maar ik denk nu al de reactie peilend dat we daar zeker een vervolg aan willen gaan geven. En zij waren er ook, maar met de bekeuringen leek het dit keer wel mee te vallen. Volgend jaar waarschijnlijk opnieuw een weerstandsloop. En wie weet opnieuw op de Oosterscheldekering volgens de organisatie het Weerstandsmonument van Nederland. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet, wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dacht ons.
ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijven we maar slapen. Wij redden om misschien als het echt haast. Maar zij op zijn of zijn mal, want wij zijn laatst verlaten. Wij redden maar het juiste gaatje heen. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het er moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nog dag tot ziens, adieu, het gaat je goed. We rennen, springen, vliegen, zij op vallen, opstaan en weer doorgaan. Misschien.